Kinect en natuurlijk Disney Adventures. Zo, hallo mensen, welkom bij een wekelijks praatje vanuit de Dutch Comic Con in Utrecht. Nou, ik ben weer verkleed als Beast. Nou, ja, ik hou van Disney, hè. En nou, we gaan even over de beurt lopen en kijken naar andere hun kostuums. En natuurlijk winkeltjes, er zijn acteurs, maar ja, geen bijzondere. In ieder geval, ik ken niet alle acteurs daar. Ik geloof dat Paul van Loon wel kwam. Ik weet het niet zeker, ik weet het niet eens. Maar goed, we gaan kijken nemen. Heel veel kijkplezier. Nou, we zijn net binnen en worden heel hartelijk ontvangen met een bandje en zo. Laat zien. Ja, ik heb de camera vast, dus ik kan het laten zien. En we hebben een boekje gekregen. Het is sowieso echt veel chiquer dan de Comic Con in Amsterdam en Rotterdam. He? Veel meer aangekleed. Grote ruimtes hier. En hier hebben we een soort expo hall met allemaal striptekenaars en zo. Tijdschriften. Ja. Dus ik ben benieuwd wat we dadelijk tegenkomen. Het is echt heel groot. Ik geloof dat ze 3, 4, 5 hallen hebben. Gebruik ze geloof ik. Hè? Drie maar? Drie, ja. Oh, het leek op 5. Ja, dat ding schiet elke keer los. Echt vervelend. Hier doen ze een soort race van drones. Ja, nu niet, maar later waarschijnlijk wel. Leuk. En natuurlijk belangrijk, de Game Hall. Echt een topgame jongens, FIFA. Zo, dit is echt wel een basiscomputer met een curved scherm. Assassin's Creed Origins. Kijk die FPS. Wauw. Echt mooi. Het spel is al heel mooi, maar het wordt natuurlijk veel mooier. Far Cry 5. We staan hier bij Danny. Hallo. En we gaan eigenlijk Oldboy spelen. En wat is Oldboy voor game? Nou, Oldboy is een 2D-platformer gemaakt door Team Fat Studios. Ze hebben 10 jaar aan de game gewerkt. 10 jaar werk aan de game. Oh. Ik ben nooit van het wezen. En natuurlijk Funko Pops, belangrijk. Zo, ik wil nog even met jullie doornemen wat voor spullen ik heb gekocht op de Comic Con. Hier hebben we een Funko. Natuurlijk een Funko van Scrooge McDuck. Hij heeft ook een soort van muntje in zijn hand. Ik weet niet of je het ziet. Heel schattig. Hoe duur was die? €12,50 geloof ik. Ik heb gratis van Sudesco heb ik een spel gekregen, Armello. Op de Xbox One met heel veel goodies, posters en noem maar op. Ook nog een heel vet shirt gekregen van hun. Wat ik ook nog heb gekocht. Die was het duurst, €45, maar heel belangrijk, Disney Showcase. Ik laat het even zien. Het is een beeldje. Echt prachtig. Echt heel mooi. Heel voorzichtig eraf halen, daar ligt hij al. Daar komt hij. Kijk even hoe awesome. Goofy, Donald en Mickey. Prachtig beeldje. Zeker de moeite waard. Nou, dat wou ik nog even laten zien aan jullie. Thank you.
Kijk eens wie we tegenkomen. Ja. Wat heb je gekocht, Thijs? Ik heb even dit ding gehaald, man. Het is gewoon de limited edition figurine van Far Cry 4. 12 euro. Niet ik hou normaal. Echt van Comic-Con, man. Ik hoop dat elk weekend is dat eindelijk. Dat zou super leuk zijn. Hij is wel vet. Hij is heel gedetailleerd ook. Hij is echt super vet. Ga je hem ook halen? Ik weet het niet. Je twijfelt nog. Ik twijfel, ja. Ik weet niet of ik ruimte heb in mijn kamer. Dat is lastig. De kloten. Maar allebei, hè? Ja, zeker, man. Ga je een mooie plek geven? Zeker. Ik ben een beetje een koeriekast aan het maken. Hij is nog niet heel vol, thuis, dus heel goed uit. Met de dozen al? Zeker. Oh, super. Vet. Nou, ik zie jullie wel weer. Nou, je kan op de foto met je favoriete acteur, actrice. Ik ook echt. Ja, voor mij zit er niemand leuks bij, dus wij gaan gewoon lekker door. Er zijn wel hele mooie gethematiseerde ruimtes, net als vorig jaar. Ik geloof helemaal achteraan, daar gaan we even kijken. Ja. Dit is echt niet normaal. Hoe groot. Wauw. Ze zijn van alles aan het bouwen. Leuke film van de heel vet. Thunderbirds. Foto maken en dan komt er een extra foto bij en die heeft dan een soort van extra foto op zich wat één grote foto maakt. Heel apart, ziet er echt bijzonder uit. Nou mensen, dit was de dag. Het was echt heel druk. Pijn in de voetjes, want best wel de hele dag gelopen en het is ook, je hebt ook geen tempo, want je stopt elke keer omdat het zo file is daar gewoon, hè? Ja. Zo ongelooflijk. Maar goed, we hebben het overleefd en nu gaan we lekker naar Rotterdam, even lekker bioscoop pakken en zo. En dan is de dag voorbij, maar dan hebben we in ieder geval wel een wekelijks praatje. Vorige week had ik hem, vorige keer had ik hem niet. Nou goed, ik had het goed te maken bij deze. Tot de volgende keer. Doeg! Doei!